Benidorm telt een aantal campings en we besloten een van de goedkopere eens te bezoeken. Camping Benisol ligt aan de Avenida de la Comunidad Valenciana vlak naast Rastro El Cisne met een bushalte voor de deur. We waren hier op zondagmorgen, wanneer de meesten nog op één oor lagen. Hier kamperen mensen met een eigen caravan, camper of ze huren een staakcaravan. Je hebt er eigenlijk alles wat je nodig hebt. Hoe is het leven hier op deze camping? Dat vertellen Fred en Wilma, nee, niet die van de Flintstones, en zij komen hier al vele jaren. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe vaak komt u al op deze camping, Benisol? Ja, dat is al een aardig poosje. We zitten hier eigenlijk al een jaar of, denk ik. Hoe zal het zijn? 11 jaar. Dus ja, 11 jaar op deze camping. En dan, we hebben een plekje gecreëerd. En wat belangrijkste is natuurlijk, we komen voor de zon. Ja, de rust en de gezelligheid. Dus we zijn allemaal gezellige mensen. En we zitten hier samen met mijn zus en mijn zwager, die zijn hier ook. Die zaten hier al veel langer en daardoor zijn wij ook hier gekomen. Mijn ouders die hebben in Albië gewoond. Dus vandaar dat wij al vaak in Benidorm kwamen. En op een gegeven moment hebben we besloten om hier ook weer een caravan te kopen. En mijn zus die zat hier toen ook al natuurlijk. Dus en dat is wel gezellig. We hebben een hoop kennissen. En dan gaan we, soms gaan we ermee uit eten. En samen met een clubje dames maken we kaarten. En dat is allemaal heel gezellig. Mag ik eens binnenkijken? Dat mag. Ja, dit is onze woonruimte. En hier zitten we vaak 's winters. En dit is een lekker zit om te zitten. En eten komt eten. En verder hebben we aan die kant nog de badkamer en de slaapkamer. We koken op gas. Kijk. Ja, en verder de kastjes van alle gemakken voorzien natuurlijk, hè. Dat, We hebben één slaapkamer. Over het algemeen zijn de Benimars, zoals deze staakcaravan heet, groter. Maar wij hebben deze eigenlijk gekocht voor het plaatsje waarop die staat. We vinden het gewoon een ideaal plaatsje. Nou, dit is dan de badkamer. Dus we hebben er een lekkere inloopdouche van gemaakt. Hier zat een klein badje in en daar hebben wij een inloopdouche van gemaakt. Nou, als we hier zitten kunnen we ook niet enkel binnen eten, maar ook in de serving. En als het net te fris is, dan zitten we in de serving. En als het helemaal koud wordt, dan gaan we weer naar binnen. En we hebben ook nog een slaapbank, die kunnen we openklappen. En dan kunnen er hier ook nog twee slapen. En voorzien van airco. Okay. Nou, we hebben hier ook nog een buitenkastje. In de zomer zeg maar hier. Dan hebben we hier een bakplaat waar we eigenlijk de eten kunnen bereiden. En hier kan het aanrecht en wat spullen, zodat we alles ook buiten kunnen doen. We zijn van alle gemakken voorzien hier op de camping. En het is een van de goedkoopste campings. Zover ik weet hoor. Aardige sportruimte en bibliotheek, maar tegenwoordig staan hier de wasmachines. Even tuin inspecteren toch? Wij zijn al vanaf 2001 hier op de camping. En zijn wij eerst begonnen met een tourcaravan met een Ben Eybers tent eraan. Dat is eigenlijk een vaste tent. En daar hebben we 10 jaar gezeten. Nee, 11 jaar gezeten. En nu in oktober zitten we 10 jaar hier in de staakcaravan. En ja, dat bevalt ons prima.
De ruimte is natuurlijk hier groter in de staakcaravan en de tourcaravan was ook leuk. Maar ja, dit is toch wel even, voor als je wat langere tijd hier zit, is dat toch wel prettig. En dit is onze Lex. Ja, en Lex die woont hier ook heel graag. Ja. Ja. Want die heeft in Nederland wel een appartement, maar geen tuin. Nee. Dat vindt hij ook echt niet prettig. Dus dan ligt hij de hele dag op zijn bank in de buiten te kijken van ach, ach, kon ik maar in Spanje zijn. Het is hier heel onvriendelijk. Ja. Kunnen lekker wandelen. Want hier, wij zitten dan aan de tennisbaan en daarachter is was vroeger een trimbaan. En daar kan je dan lekker lopen met hem. Hé, Lex? Ik wil er ook op zeggen. Lex, die vindt het hier toch ook zo super. En toen we gepensioneerd zijn, zijn we dus voor langere tijd hier. En voorheen ja, de vakanties. En zo nu en dan komen de kinderen ook. En die vinden het ook ideaal. We vervelen ons eigenlijk geen dag. Het gaat echt... Iedere dag zeggen we, oh, weer een dag voorbij. En iedere week zeggen we, weer een week voorbij. En wat hebben we gedaan? Ja, eigenlijk niks. En dat is het ideale leven natuurlijk. Wilde u misschien even binnenkijken? Ja, leuk. Ja. Kom maar, hé. Kom maar. Dit is onze woonkamer. Hier zitten we s'avonds voor de tv. Ja, en eten, ja, dat doen we meestal in de serre. En dan hier de badkamer. En hier is de slaapkamer. Ja, hier nog een klein keukentje. Een beetje opslag voor limonade en dingen. Koffiemachine, heel belangrijk. Hier zit het gastenonder. Dat is eigenlijk een beetje erg luxe natuurlijk. Camping Benisol. Voordelig, eenvoudig en met genoeg voorzieningen.